is Kitty Kotti. En kunst op Kitty Kotti. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten Jeugdjournaal. Vandaag is het Kitty Kotti. Dat wordt niet wereldwijd gevierd, maar wel in bepaalde toenmalige koloniën van Nederland en ook in Nederland. Er wordt sinds een paar jaar extra aandacht geschonken aan deze belangrijke dag. Vooral na de excuses en erkenning van gebeurtenissen. In Suriname weten we dat er elk jaar een kranslegging plaatsvindt bij het monument van Kwaku. Er wordt veel gesproken en opgetreden. Gedichten worden opgelezen en de president zegt ook wat. Mag je allemaal groeten op deze Maaspassie Day, Kitty Kotti Day. De grootste vrijheid is in staat zijn het bestuur te voeren over onszelf. Nadat er zoveel is gezegd, wordt er ook wat gedaan. Bij het symbool voor de afschaffing van de slavernij wordt er een krans gelegd. Zijn naam is Kwaku. Die naam werd gegeven aan een jongen die geboren werd op een woensdag. Omdat 1 juli 1863 op een woensdag viel, werd dat ook de naam van het monument. De plechtigheid is jaarlijks en belangrijk voor Suriname. Sinds 2021 is de herdenking hoog opgevoerd in Nederland. Goedemiddag. In het hele land wordt vandaag Kitty Kotti gevierd ter ere van de afschaffing van de slavernij. Er zijn namelijk veel excuses geweest en het publiek tijdens de kranslegging bij het Nationaal Monument Slavernij Verleden wordt steeds groter. Maar wat de dag ook leuk maakt, en dat mag, want de vrijheid wordt ook gevierd, zijn de optochten. Vooral die van Amsterdam, vooraf aan de kranslegging, is één om te zien. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is vorig jaar gestart met basisschoolbegeleiders om leerachterstanden aan te pakken. Sinds november zijn er al 75 begeleiders aan het werk, maar er zijn niet genoeg mentoren om ze goed te helpen. Hierdoor is de communicatie soms lastig. Minister Ori zegt dat er ook zorgcoördinatoren op school moeten komen om kinderen met leer- en gedragsproblemen te helpen. Het ministerie werkt dus eraan om meer van deze coördinatoren op te leiden. Een ongelukje zoals een glaasje laten vallen kan gebeuren, maar een raket lanceren per ongeluk is iets anders. In China schoot een raket tijdens een test plotseling de lucht in en stortte neer op een heuvel. Er was iets misgegaan waardoor de raket onverwacht opsteeg. De computer aan boord schakelde de raket uit en hij viel 1,5 kilometer verderop neer. Gelukkig raakte niemand gewond omdat iedereen op tijd was geëvacueerd. Japan heeft een toeristenbelasting ingevoerd voor mensen die de berg Fuji willen beklimmen. Dit doen ze vanwege overtoerisme. Vanaf vandaag moeten klimmers $13 betalen en er is een limiet van maximaal 4000 klimmers per dag. Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid te verbeteren en de erfenis van de berg te behouden. Er zal ook gelet worden op de kleding en geen afval achterlaten. Deze regels gelden alleen waar de populairste routes zijn. De hitte in de Amerikaanse staat Washington DC was zo hevig dat zelfs een wassenbeeld van oude president Abraham Lincoln begon te smelten. Zijn hoofd smolt eerst, daarna een been en de stoel zonk in de grond. Het beeld stond bij Garrison Elementary School en maakt deel uit van kunstserie. Het beeld had eerder ook problemen met smelten door te vroeg aangestoken lonten. Het hoofd wordt deze week gerepareerd. Gallery Singh heeft in samenwerking met de Sri Sanatandaram Mandir een tentoonstelling gehouden met de werkstukken van de studenten. Naast het feit dat er van heel unieke stukken genoten konden worden, was het ook de bedoeling de talenten te laten zien van de kinderen. Klein was het zeker niet. Meer dan 25 stukken van jongeren van verschillende leeftijden staan uitgestald op de achterplaats van de mandir. Zoals van Rushan. Zijn stuk was niet zo lang geleden nog in het buitenland te zien. Ik heb deze schilderij gemaakt. Het gaat over COVID. Deze schilderij heeft meegedaan met de expositie in India. Meer dan 30 landen hebben meegedaan. En we hebben Suriname vertegenwoordigd. Het gaat meer over strijd voor gezondheid. Je ziet daar, er zijn mensen. En er is ook
zwaar en rood, dat rood is liefde en zwaar is een beetje, laten ze zijn meer dat ze ziek zijn. En daarom is die kleuren. Fike had zeker 4 stukken tentoongesteld. Hier heb ik vandaag een raaf gemaakt, dus geschilderd, een roos, vlinder en een paluluplant. Omdat ik hou van dus planten en zo te schilderen en het is ook een hobby van mij. Het is de manier die ik leuk vind en toen ik klein was ging ik ook, dus mensen gingen me ook, dus meneer Geller dus niet, ging me helpen ook. Dus een beetje schilderen en wezen, zo is het begonnen. Ik vind het leuk omdat ik wil mijn werkstukken dus met iedereen delen in het publiek. Kunnen ze zien wat ik doe en het is goed voor mij. Ook Kavita had flink wat uitgestald. Wel, de meest recente eigenlijk, dat is de grote Shiva en een Durga, Devi. Die zijn mijn meest favoriete van nu, omdat ik recent heb gewerkt eraan. Tricky question. Sowieso acrylverf, maar ik gebruik heel veel verschillende materialen. Zoals recent heb ik heel veel gemstones gebruikt, ja, glitter en holographic materiaal. Ik heb donkere achtergronden, maar de art itself is very vibrant. Experiment, do your thing. Like, kunst, according to me, heeft geen regels. Just feel it and express yourself. En zo groei je. Want ik heb geen les gevolgd. This is all, from the heart. So yeah, just express yourself. Keep going. Yeah. I'm at the older word you beter. De stukken verschillen net zoveel van elkaar als de makers. Sommige waren zelf multimedia en hadden ook een driedimensionaal effect. De tentoonstelling is tot 3 juli te bezichtigen bij de Sri Senatendharmandir aan de Koningsstraat. Dat was het voor vanavond. Hopelijk hebben jullie genoten. Slapen jullie lekker en tot morgen. Doei doei.